Vandaag, in de battle, nemen 5 hockeyers het op. Tegen 5 tennissers in de battle. Baseball 5. En we kunnen zeggen dat het wordt spectaculair. Spectaculair. Baseball 5 is een nieuwe vette sport die een beetje lijkt op honkbal. Wie gaat er tot het gaatje om te winnen? En wie leert deze nieuwe sport het snelst? Wie wint de battle? Zijn dat de tennissers? Of de hockeyers? Dit is de battle. Baseball 5. Oei, oei, oei. Nou, Nathan, lekker begin van deze battle. Maar maak je geen zorgen, Marije, want vandaag ben ik alleen coach. Namelijk van het oranje team dat bestaat uit tennissers. Diep in de prachtige bossen van Berg en Dal bereiden de tennissers van het oranje team zich voor op de battle. Wacht even, dit zijn ze volgens mij niet. Nee, ik weet het zeker. Nee, wacht even, die andere baan. Ja, dat zijn ze. Hey, Team Oranje, stel je even voor. Ik ben Loek, ik ben 11 jaar en ik speel graag met topspin. Hoi, ik ben Linde, ik ben 11 jaar en ik speel graag op de voorhand. Ik ben Marco, ik ben 10 jaar en ik ben goed in de backhand. Ik ben Roos, ik ben 11 jaar en ik ben ook goed in de backhand. Ik ben Joris en ik speel graag hard. En wij zijn Team Bergendal! Hey! Ik neem vandaag het blauwe team op me en dat zijn hockeyers. Ja, want niet veel verder van de tennisbaan staan de hockeyers uit Nijmegen zich warm te draaien. En met de skills en het balgevoel, nou, dan zit het wel goed. Maar wie zijn deze kanjers eigenlijk? Jongens, stel je eens even voor. Hoi, ik ben Ole en ik sla bij de strafcorner. Hoi, ik ben Duke en ik sta achterin. Hoi, ik ben Tess en ik sta midrechts. Hoi, ik ben Saar en ik sta midden. Hoi, ik ben Plum en ik sta spits. En wij zijn hockeyplannen! Tennis is de allerleukste sport van de wereld. Ja, je kan heel hard tegen een bal aanmeppen. Hockey is de leukste sport van de wereld, omdat het heel leuk is om met een team te spelen en te winnen. En om acties te maken en hard op goal te scoren. Het team van de hockeyers zit één jongen uit mijn klas. Dat is een van mijn beste vrienden. En daar zit ook een meisje in en dat is mijn tweelingzus. Dus die heet Pleun. Loek, dat is mijn tweelingbroer. Ze kan niet goed tegen haar verliezen, dus ze gaat denk ik wel echt haar best doen. Als ik van hem win, dan is het echt... Van, ik heb 6-2, nee, jij lekker niet. En dan bij iemand die niet kennis had, niet zo. Wij zijn vrienden. Zij ook goede vriendinnen. We kunnen altijd heel erg lachen met elkaar. Hij kan goed hockeyen, hij kan goed klimmen. Eigenlijk alles wat hij doet, kan hij goed. Nou, dank je. Voor de wedstrijd ga ik altijd videobellen met teamgenoten. Meestal gaan we dan tactiek bespreken of de opstelling of zo. Ja, eigenlijk wordt er niet heel veel tactiek besproken, maar het is vooral heel gezellig. Hey Noah, welke schoenen moet ik aan? Moet ik de rode of de blauwe aan doen? Ik heb een schaakbord, want ik schaak en het helpt me heel veel bij tennis en voetbal waar de tactieken bespreken. Mensen denken dat het saai is, maar het is echt superleuk. Ik vind het ook wel leuk dat hij schaakt. Altijd als ik in de spits sta, moet ik veel acties maken en rennen. En als ik dan geen haarspray in heb, zit er de hele tijd haar voor mijn ogen. Ik zie dan niks, dus dan spreek ik gewoon mijn hele haar voor met haarlak. En dan kan ik het goed zien. Ik heb allemaal koekjes in mijn hand, want ik neem het overal mee naartoe. Ik neem ze vandaag ook mee naar de battle. Want vlak voor de finale ga ik ze lekker eten. Ik vind het naast hockey ook leuk om belletje te lellen. En dan bellen we aan en dan zeggen we zo... Hallo, ik ben brandweerman Sam. Kijk hoe snel ik wegrennen kan. En we gaan ook altijd bij flatten. Drukken we alle knopjes in en dan gaan ze met elkaar praten. Je drukt er eens op die bel. Ja, ik vind het heel gek. Mijn kat heet Teddy. Hij is een ragdoll. Dat is ook de één na grootste kattensoort. Zo. Oh, je bedoelt een tijger? Nee, het is geen tijger. Het is gewoon wel een kat. Een hond die op een kat lijkt? Nee, het is een kat die lijkt op een hond. Ik verwacht dat we gaan winnen, want we zijn gewoon een goed team. We zijn gezellig. Ja. En ik denk dat we ook wel goed met elkaar om kunnen gaan. Ik heb heel veel vertrouwen in ons team, omdat wij een heel sportief team zijn. Ik heb er heel veel zin in. En daar komt het team van de tennissers. Ja, goed, maar bijna. Hallo kanjers, zijn we er klaar voor? Ja. Ja. Ja! Mijn fantastische blauwe team, de hockeyers! Yeah. Maar jullie weten nog niet wat we gaan doen vandaag? Nee. De sport die we vandaag gaan doen is... Baseball 5! Baseball 5 doen! Wat is dat? Ik kan me voorstellen dat jullie nu eens denken van, wat is dat eigenlijk? Ja, het is dat. Het is een soort van super vette nieuwe versie van honkbal. Maar dan dus met je hand. Dus je gooit de bal op en dan mag je hem wegslaan. Als je dat zo hoort,
Denk je dat wij als tennissers een beetje voordeel hebben met deze sport? Ja. Ja. En waarom dan? Omdat wij ook slaan met tennis. Ja. Ik denk dat we gewoon de topper erbij gaan halen, want die kan ons alles vertellen en alles leren over de sport. Dus hier is onze topper. Hi Jasper, doe een boekje. Het jonge talent is pas 16 jaar en Jeugd International. Mag een applaus voor de topper. Welkom, welkom, hallo, welkom. Hallo. Bo Jane is 27 jaar en speelt ook regulier softbal. En voor baseball 5 zit ze in het Nederlands team. Hebben we er vertrouwen in? Ja. Ja. Laten we lekker gaan oefenen. Dit is de baseball 5 bal. Het lijkt een beetje op een honkbal ook. Het lijkt een beetje op een honkbal. Hij is iets kleiner, hij is zacht en is van rubber. En de bedoeling is straks natuurlijk slaat je met je hand slaan. Dit voelt goed? Ja. Als je een beetje gevoeld hebt, dan kan je misschien ook iets meer afstand nemen van elkaar. Dan ga je even kijken wat er dan gebeurt. Want dan moet je iets harder gooien, iets verder van je af. Dan wordt het al lastiger, hè? Terwijl Team Oranje lekker bezig is met het gooien, is Blauw al begonnen met het onderdeel slaan. Ja, je kan met je platte hand slaan, of met je vuist. Met je hand heb je over het algemeen meer controle waar de bal heen gaat. Maar met je vuist gaat het over het algemeen harder. Je draait je heup en je probeert zo eigenlijk gewoon zo hard mogelijk te slaan. Zo hard mogelijk? Gewoon zo hard mogelijk. Hoe rood zijn alle handen? Laat ze even zien. Kom zo maar even hier. Ik sloeg met super dit. Oh. Met tennis ga je met serveren omhoog. Eigenlijk ga je die beweging maken, maar je gaat niet omhoog met je arm. Je gaat draaien met je arm. Probeer de bal onder, dus op dit stuk van de muur te krijgen. Linda, hoe gaat het oefenen? Goed. Gaat goed, hè? Ja. Ik zie je hele mooie ballen slaan. Is dit anders dan tennis? Ja, het doet meer pijn. Hey jongens, we zijn toch geen aanstellers? We zijn toch gewoon echt vechters? Gewoon door de pijn heen bijten, jongen. We gaan nu de defense oefenen, oftewel verdediging. Defense! Ja, precies. Ja. Nathan die gaat de tegenstander nadoen. Oh. Dus we gaan Nathan uitmaken, team. Let's go! Oké, pak de bal. Oké. Supergoed. Als zij deze bal hadden gevangen, uit de lucht, was ik gelijk uit. Dan was het gelijk klaar geweest. Dan had je niet eens hoeven rennen. En als ik stuiter via de grond en ze vangen hem, dan is het niet uit, hè? Nee, dan heb jij vrij spel. Plun, wij gaan even je broertje bespioneren. Ja. Ja, dit vind jij leuk, hè? Ja. Dit vind jij leuk. Oké, kom, we gaan even hier kijken. Hey, Loek. Heb je het naar zin? Ja. Ja, ik heb je zusje net even gesproken, maar... Ja, de battle is gaande hier. Ja, jullie zijn dus tweeling. Wie kan er slechter tegen zijn verlies, Plen? Ja. Maar we gaan toch niet verliezen vandaag? Nee, we gaan winnen dus. Ja. Als nou de een weet te winnen, vindt de ander dat dan heel erg? Of gunnen jullie het elkaar nog wel een klein beetje? Ik vind het niet, maar ik vind het niet heel erg. Nou, gaan jullie lekker chillen? Ja. Dan gaan wij echt nog even actief. Hè? Ja, die gaan echt niet winnen. Nee. Maar dan komt ie. Oh, ik moet rennen. En nu je honk aanraken. Goed hier. Ja. Mag het honk, mag je gewoon aanraken met je voet. Vang de bal en je zet gewoon zo je voet op het honk. Ga jij nu gooien, want dan kan ik door. Is goed. Ja? Ik wil nou winnen ook. Hier, hij moet echt daar. Oh, ik kan er. Jongen. Wow. Ja! Het is bijna de allerhoogste tijd om te gaan starten met de battle. Ik heb gehoord dat er in ons team een romantische verhouding is tussen twee mensen. Ja. Ja? Ja. Wie? Olen Plun. Zijn we ready om te battelen? Ja. Jullie hebben het supergoed en super snel opgepakt, dus volgens mij zijn ze er helemaal klaar voor. Wie heeft wie gevraagd? Ik. Ja, maar dat was in groep 1, dus jij. Ja, zijn jullie al zo lang samen? Zes jaar. Zes of zeven. Yo, yo, yo! Van Jordi Rinder! Hey! Wat gaan we doen? Yeah! Maar trouwens, Duke heeft ook met Saar. Ja, maar dit vind ik veel te veel informatie. We moeten ons focussen op de battle, jongens. Terug in Nijmegen, waar de loods bijna uit zijn voegen barst door het uitzinnige publiek. De finale gaat beginnen en staat onder leiding van scheidsrechter Erik. Hallo Nathan. Is jouw team er klaar voor? Mijn team is er helemaal klaar voor. Ja? Hebben jullie goed getraind? Wij hebben wel goed getraind, toch? Ja. Ja, we hebben
wel goed getraind. Zien jullie? Ja, maar we gaan onze kaarten nog niet blootleggen. Jullie houden het even spannend. We houden het eventjes spannend. Het team dat aan de slag is, slaat de bal het veld in en begint te rennen. Kom je bij een honk aan, dan ben je veilig. Nee. Maar word je gebrand, dan getikt met de bal of wordt de bal gevangen. Voordat hij de grond raakt, dan ben je uit. Af dus. Lukt het je om veilig een rondje te lopen, dan heeft je team een punt. En aan het einde van de wedstrijd, wie de meeste punten heeft gescoord, heeft gewonnen. En die mag met deze beker naar huis. Die mag hem mee naar huis nemen. Mag hem mee naar huis nemen. Ja, het zou leuk zijn. Het zou echt heel leuk zijn. Hoe is het met de spanning? Ja, voel je al wat kriebels in je buik? Ja. Dat is ook wel logisch. Waar gaan we zo op letten als we in het veld staan? Communiceren. Goed samen spelen. Winnen. Dat vind ik een hele goeie. Yo, yo, yo! Wij gaan hierboven. Wat gaan we doen? Loek, het broertje van Pleun, staat klaar om te slaan. Oh, wat een prachtige klap geeft hij aan die bal. En nu schiet het veld over. Ja, de hockeyers lopen te klungelen en dus kan Loek doorrennen. Kan het een home run worden? Ja, dat kan! Oh, wat een begin van de wedstrijd, zeg. Het eerste punt is voor de tennissers. Roosdam, kom ze. Goeie klap, maar hij wordt uitstekend verdedigd door Ole. Speelt blauw. Joris dan, korte bal met een verneidige stuit erin, zeg. Hij is veilig en ook 1 en 2 zijn hierdoor bezet. Dan Marco de Schaker aan slag. Oh, met een boogbal zorgt hij ervoor dat alle honken bezet zijn. Ja hoor. Als je hebt geslagen, niet stoppen met rennen. Alleen de taak om de punten binnen te halen. Mooie bal! Roos maakt een punt en ook Joris komt op tijd binnen. En dus staat het 3-0 voor Oranje. Maar nu is blauw aan slag. 2 punten. Opa, 2 punten. Kitching. Oké, wissel, kom. Duke, met een bekeken bal. Slim gespeeld, hok 1 is bezet. Hockeyer Saar aan slag. Ah, met een korte bal. Dat is tactiek. Mooi, mooi gevangen, keurig. Dan is Tess aan de beurt. Ja, ja, maar die ja, ja. Oranje heeft het nu door en brandt op Tess. Ja, ze is dus uit. Goed. Tweeling Pleun. Daar gaat ze. Een harde klap. En een punt voor blauw. Keurig. Goed. Tot slot Ole. Nou Ole, daar ga je. Ja, mooi. Hij zorgt ervoor dat ze een veilige punt kan maken. Het staat nu 3-2. Voor Oranje. Maar er is verwarring bij Roos en daar maakt Pleun gebruik van. Net als haar tweelingbroer maakt ze een punt en ze zet daarmee de stand op 3-3. Ik wil eigenlijk dat we even precies andersom gaan slaan dan net. Want anders kan Linde nooit rennen. Op het moment dat er daar iemand gaat rennen naar de laatste honk, moet als een malle die bal daarin. Ja, maar ook als je bijvoorbeeld aan het twijfelen bent, zal ik wel of niet gaan, gewoon niet gaan. Want in twijfel geval is nooit... Ga je nooit redden. We werken geweldig samen. We zijn echt een heel goed team. Supergoed. Het begint met een F, eindigt op fantastisch. Fantastisch, denk ik. Ja, fantastisch. Nou, het laatste deel gaat beginnen en iedereen komt weer 1 keer aan slag. Linde met een omslag. Ja, lekker Linde! Marco met een tactische slag. En Linde is net op tijd bij honk 2. Blijf staan, Linde! Joris, zijn bal stuit er door. En door miscommunicatie bij blauw kan Linde doorrennen. Oh jongens, het staat 4-3. Fantastisch, wat een mooi punt. Roos, oh, zij zorgt ervoor dat alle honken bezet zijn. Loek dan, met een harde klap, maar goed gepakt door Ole. Marco komt binnen en maakt 5-3. Je hebt 2 punten voorkomen. Mooi punt, mooi punt. Ja, anders hadden ze 3 punten gehad. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Aan de hockeyers nu de opdracht om meer dan 3 punten te maken. Ole begint. Ja, het is net op tijd bij honk 1. Speelt Oranje keurig. Gaan we naar Pleun. Oh, die slaat slim naar links en daarmee zijn honk 1 en 2 nu bezet. Dat is overal heen, hè? Overal branden. Saar, met een krachtige bal. En die zorgt ervoor dat Ole er 5-4 van maakt. Nog 2 slagen. Duke aan de beurt. Weer een korte bal. En blauw is op tijd binnen. Heel goed. De laatste
bal. Blauw heeft minstens 1 punt nodig voor een gelijkspel en 2 voor de winst. Oh, daar gaat Ted. Oh, die wordt gevangen, die bal. Dat betekent dat ze uit is en Blauw geen punt meer kan scoren. Mooie vangbal van Joris. Einde wedstrijd. Zo! De tennissers hebben gewonnen. Gefeliciteerd, Team Oranje. Jammer. Kijk eens, jongens. Even de officiële medaille zo. Kijk. Gefeliciteerd. Dankjewel, Marije. Dankjewel. Wat lief, maar Team Blauw. Geweldig gespeeld voor de allereerste keer Baseball 5. En dan dit laten zien. Fantastisch. En de volgende battle, die pakken wij gewoon weer. Dus ja, ik kan hier wel even sorteren, denk ik. Ja, ga dat maar. Volgende battle maar weer. Hey, tot de volgende week, hè. Doei!